naar de kant van de Gaaf. Ja. De zijkant, de westkant. En dan ook om Kaag-eiland heen. En dan hier staat die boer gesloten. Dus, het is een hele tour is dat. Het is een hele tour. Dus ben je drie kwartier. En je kwam alle mensen tegen van de ijsclub? Ja. Dus, ja, ik ken een hoop mensen hier van deze omgeving. Dus dan, ja. Ja, sommigen die heb ik een jaar niet gezien. Ja. Dus ja, vanwege de corona waren een heleboel krasknarren die er niet kwamen. En dan kom je ze hier tegen, ja, dan maak je even kraken. Die niet op de ijsbaan kwamen? Die altijd op de ijsbaan kwamen. Want dat mocht niet vanwege corona? Nou, het mocht wel, maar ja. Beperkt? Nou ja, maximaal 30, maar er kwamen niet eens aan. Dus er zaten vaak maar 15 man. Mensen waren bang ook waarschijnlijk. Mensen waren gewoon bang, ja. Nou, goed, als je de gemiddelde leeftijd is 70, dus de gros is rond de 75. Ja. Dan begin je langs toch wel in de risicogroep te komen. Hoewel ik denk met als je goed sport, dat de risico al een stuk minder is. Wat heb je nou vanochtend uitgesproken allemaal? Steeds op dat Vennemeer. Vennemeer en ik één keer op en neer naar de Kaag. Nog even richting Warmond, maar daar was het ijs begon te golven, dus dan is het meteen rechtsomkeer. Dat, dit werkt. Ja. Was het al slecht geworden of was het was al slecht? Was al slecht. Ja. Het is nooit goed geweest. Het is te dun nog, ja. Te dun, ja. Ik bedoel, dat je hier kan schaatsen, het is al vrij uniek hoor, dat, zo snel. Maar hoe is de kwaliteit van als je wat verder weg gaat? Is het, Nou, hier is gewoon verrot gereden, maar over het algemeen is het heel goed ijs. Zeker op de Kaag en bij het Vennemeer is dus gewoon één spiegel. Zwart? Zwart ijs. Spiegel, geen scheuren? Ja, dus natuurijs heb je altijd wel wat scheuren, maar... Maar geen gekraak? Geen geknal? Nou, af en toe wel, maar... Dat hoort erbij. Wakker? Weet je veel wakker? Dat valt mee. Ja. Dus, was het dat druk? Het is groot druk, ja. Kijk, hier is veel drukker dan op de rest hoor. Dus, ja, dat bedoel ik. Neem dat op het grote stuk. Het is wel druk, maar het is zo ruim. Ja. Ja, je hebt van de week gezien op de Vogelplas. Ja. Zo druk is het daar ook. Alleen ja, de schaal is hier 10 keer groter. Ja, weet je, het water is nu ijskoud. Ja. En als het dan windstil is en het ligt in één keer dicht, dan kan het ineens hard gaan. Als het één keer dicht ligt, dan is bekerwind zelfs goed. Want er komt gek genoeg bij het vriezen komt de warmte vrij. En dat wordt dan meteen weggeblazen. Ja. Maar als het nog open ligt, dan moet het gewoon. Dan gaat het water kabbelen en dan blijft het in beweging. Ja. Ja, dan gaat het goed zelf. Dus, daar ben je wel heen geweest. Ja, maar die is net vol warm, want daar is wel echt alleen hetzelfde. Het weer warm op jou en het daar moet je weg. Nou, we gaan gewoon dit doen. Hoi. Hoi. Krasseknarren. Ja. Dus, ik kom helemaal maar. Ik ben bij Vennemeer begonnen. Oké, dat. Bent u ook van de ijsvereniging Leiden? Nou, ik doe mee met de krasseknarren. Ja. Oh ja? Officieel nergens. Je bent nog geen 70. Nee, maar dat mag. Want ik kijk ook niet. Ik heb dispensatie gekregen. Ja. Ik ben ook met mijn de jonge knarren. De jonge knarren. Hij, is hij echt nou een supercoach? Want het staat wel op die helm. Ja, hij weet waar het ijs ligt en hij weet altijd alles. Dus, hij weet de weg ook op het ijs. Ook wel handig. Hij weet de weg. Hetzelfde weinig bordjes, hè? Ja, toch? Normaal is dat wel, maar vanwege corona mogen we geen routes uitzetten. Nee. Oh? Dus wordt het zelf uitvinden. Anders wordt het te druk? Ja, anders wordt het te druk. En dan krijg je wat je nu hier hebt, want dit is gewoon te druk. Voor de corona. Maar, nou ja, dan weten we waar het vandaan komt. Ja, maar voor de rest, ja. We krijgen overal van dat soort punten. Iedereen gaat dan daar aftempelen. Ja. Ja. Dan gaan we weer door. Ja. Hey, succes. Hoi, hoi. Ja. Geweldig. Ja. Jonge kracht. Ja, nee, maar het is, we staan tot de ochtenden.
Ja, wie kan, die rijdt gewoon nog mee rijden. Leuk hoor. Zo ben ik 20 jaar geleden erop bijgekomen. Ja. En toen was ik 45. 45, dus... Hoi. Ik ben getrouwd met een nicht van Ben. Oh, dat is heel ver weg. Heel ver weg, aangetrouwd. Ja. De koude kant. Koude kant. Nou, dat hebben we nu, de koude kant. Ga je terug naar de Vennemeer? Vennemeer, ja. En hoe heet dit? Ga je daar rondjes nog rijden? Ja, Jij moet nooit gaan waar er niemand schaatst. Nee, mensen schaatsen. Nee, het gaat lekker met z'n stoppen. Dat is 25 meter diep of zo. Maar dan vroegen we nog af. Eentje moet de eerste zijn. Maar is dat de waaghals? Dat zijn de waaghals. En voor mij mogen ze. Ik heb wel eens op de Vogelplas. Maar was ik als eerste schaatsen. Maar toen was er... De man die daar woont, die had ik de dag ervoor gezien, toen was het 5 centimeter. Ja. Dus ja, dan durf ik wel. Ja.